We zijn nu in het Kamerling Onnes Lab. Dat is een gebouw wat me heel dierbaar is. Deels door de geschiedenis en deels ook de hele oude geschiedenis van al 150 jaar oud. Maar ook de recente geschiedenis. Toen het als een gebouw voor natuurkundigen en scheikundigen omgebouwd werd tot de nieuwe rechtenfaculteit. Het was een vraag uit 1998 door de toenmalige voorzitter van het college van bestuur, Vredevoogd. Dus ik kreeg op een A4'tje kreeg ik een heel globaal programma van eisen met een paar hoofdafdelingen, de bibliotheek, de opslag, collegezalen, dat soort dingen erop. Werkgroepruimte, het was bij elkaar uit mijn hoofd 13.600 en een beetje vierkante meter netto. En de vraag was, kan dat er weer? Collega's voor mij waren daar niet in geslaagd. Het gebouw is dus blijkbaar te klein. Ik heb die uitdaging toch ben ik aangegaan en kreeg daarvoor een 100 uur opdracht. Ik heb toen die studie gemaakt, vond de structuur van die grote gebouwen uit en was er eigenlijk niet binnen 100 uur, maar binnen een paar uur achter dat het programma spelenderwijs in de gebouwen kon worden opgelost als je de bibliotheek, wat altijd het centrum zou moeten zijn van de faculteit, de plek waar de nieuwsgierigheid de kans krijgt, waar de wil om te leren vormgegeven wordt, de bibliotheek als meest studieuze plek. Als je die kon huisvesten, dan was een grote bibliotheek van 3.500 vierkante meter, dan kon je de rest daar heel makkelijk in krijgen. Ik heb toen, het enige wat ik gedaan heb, is gekeken waar ik oordeelkundig kon slopen in het bestaande gebouw. Datgene wat waardevol was, behouden, dat is de voorkant, dat gebouw wat overigens niet zo goed was, maar wel een rijksmonument. Aan de westzijde van het gebouw, daar in de hoek, daarachter, daar is een zaal uit de 20e jaren van de vorige eeuw, waar alle belangrijke natuurkundigen in de vorige eeuw les hebben gegeven, Einstein, enkele decennia. Al die waardevolle dingen die heb ik behouden en zelfs dat hele grote gebouw aan de Zonneveldstraat, wat aan die kant staat van het gebouw, 80 meter lang, 4 lagen met een opbouw, enorme inslag in de 60e jaren, maar wel een knap, functioneel, goed gebouw, vrij breed, heel breed moet ik zeggen, 16 meter, dubbel corridor, goed te gebruiken. Dat heb ik ook gebruikt, eigenlijk alles wat kon en aan de andere kant ook een deel van de gibus afgebroken die er ook was. Daardoor kon ik die bibliotheek, het hoofdmoment van dit gebouw, in het hart leggen, natuurlijk ook de plek waar het hoort, als in de restruimte die door de ompalende gebouwen automatisch gevormd wordt en daardoor, als ik daar daglicht in kon brengen, dat zit er royaal in, zowel aan de randen, een grote koepel erbovenop en nog weer een lichtschacht helemaal tot op de grond, waar je het kunt zien regenen en sneeuwen. Dat was het concept vanaf het allereerste begin. Daarmee kreeg ik een heel gesloten, compact, goed bouwblok met veel daglicht wat van boven in het plan kwam. Dat licht dat kon ook nog in de oude bouwdelen filteren, waar de werkgroep en de kleinere collegeruimte waren. En dat bij elkaar leverde eigenlijk een beeldschoon circuit op wat, waar je rond kon gaan, waardoor je op meerdere manieren een plek in het gebouw kunt bereiken. Verticaal, uiteraard ook gestapeld met trappen en liften. En fluitenderwijs kon je toen dat maken. Ik heb dat toen ook gepresenteerd aan Vredevoogd, het college van bestuur. Die vond het prachtig. De vraag kwam toen, meneer Huismans, kunt u ook zeggen wat dat gaat kosten? Dus heb ik een paar dagen daarna had ik een calculatie gegeven, een grove raming, die uitkwam op 90 miljoen gulden was dat nog. En dat heb ik ook weer gepresenteerd aan Vredevoogd. Nou, hij belde me anderhalve week later terug in de
auto zat. Ik stond op een brug in Amsterdam, heet die plek nog, en moest wachten voor stoplicht. En toen zei Vrede van Veer, we gaan het maken, maar ik heb maar 60. Dus het was een enorme inspanning die daarop moest volgen. Dus ik wist even niet waar ik het zoeken moest, had het gevoel dat ik zo door de brug Amstel in plonste. Maar goed, er was een hele goede verstandhouding en enorm wederzijds vertrouwen, waardoor ik me ook toen echt ingespannen heb om dat op te lossen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. We zijn teruggekomen tot 60. Daarna, vanwege bezuinigingen, moesten we terug naar 55. Toen liep het aantal rechten studenten liep ook nog terug. Toen moesten we terug naar 50 miljoen. En uiteindelijk is het aantal studenten weer wat gegroeid en het is geëindigd ergens kort boven de 55 miljoen. Dus dat is een mooie financiële geschiedenis. Als ik door het gebouw loop, zie ik nog heel veel van die besluiten die te maken hebben met dat bezuinigingsproces. Maar ik moet ook zeggen dat het er prachtig uitgekomen is. Dat het feit besluit om het hout niet af te werken, maar het gewoon blank te laten, waardoor je de vingerlaststructuur kan zien, waardoor je het langzaam geel worden van het hout kunt zien. Het zijn allemaal dingen die heel erg passen in mijn opvatting. Dat je laat zien hoe dingen gemaakt zijn, hoe de zwaartekracht, hoe de krachten worden afgedragen, hoe het daglicht een rol speelt in een gebouw. En dat zie je allemaal, hoe de producten die je gebruikt. Dat is, het was een bezuinigingsoverweging, maar dat zie je dus heel goed in dat gebouw. Materialen die erin gebruikt zijn, zijn nergens duur, zijn altijd bijna van de goedkoopste soort, zou je kunnen zeggen. Wel degelijk gemaakt, goed gedetailleerd. En daarmee kom je dicht bij die opvatting dat je kunt laten zien hoe het gemaakt is, maar ook dat je probeert om weer de samenhang tussen alle bouwmaterialen en de samenhang tussen die oerfenomenen die ons leven bepalen en ook de architectuur, dat al sinds mensenheugen is gedaan hebben, en dat zullen blijven doen, dat die zichtbaar zijn. Dat is eigenlijk binnen de middelen die je uiteraard daarvoor hebt. Dat is de opzet van de architectuur. En dat is hier, misschien moet je zelfs wel zeggen voor een deel, dankzij de bezuinigingen vind ik erg goed gelukt. En de ruimte die als restruimte overblijft tussen die gebouwen die allemaal hun eigen geschiedenis hebben, rondom, daaromheen, samen een heel stadsblok in de binnenstad, in het centrum van Leiden. Die restruimte, dat is de bibliotheek. En die heeft een heel eigen leven gekregen. Een prachtige ruimte waar het daglicht ook binnenkomt, rondom. Ook nog op die twee andere manieren. Je kan de grond raken, als het regent kun je het zien, als het sneeuwt kun je het zien. En voor mij roept die associaties op met hele klassieke bibliotheken, die natuurlijk anders eruit zien vanwege het tijdsbeeld, maar de Bibliotheek Nationale, de Bibliotheek van Aspen, Nationaal in Parijs, de Bibliotheek van Asplund in Stockholm, de Bibliotheek van Kaan in Amerika. Dat zijn dingen die dat gevoel van bibliotheek krijg ik steeds als ik daar binnenkom. Ik ruik hem ook, ik hoor hem, je hoort het dempen van het geluid. Dat doe je automatisch als je binnenkomt. Dus mensen ook, als je daar bij de deur gaat staan, zie je dat ze zachter gaan praten zodra ze binnenkomen. Je hebt een mooi overzicht, een paar treden af en dan die prachtige richtingen die erin zitten, die allemaal te maken hebben met de gebouwen daaromheen, maar gezamenlijk die beeldschone bibliotheek opleveren. We hebben deels ook uit financiële overwegingen mochten we daar heel veel ontwerpen. De balie, later de lampjes daarboven, de leestafels, de werktafels hebben we mogen maken, zelf ontwerpen en laten maken. De lampjes die hebben we zelf geïmporteerd vanuit China, want die zijn in Nederland wel te koop, maar dan vier keer zo duur als of hoe wij ze uit China konden laten komen. 500 of 600 van die lampjes hebben we toen laten komen. Ze zijn keurig vastgemaakt op de werkbladen.
Het is eigenlijk een, ja, het is op een deels wat amateuristische manier gemaakt of tot stand gekomen, maar het totaalbeeld is heel samenhangend en consistent. De krachtafdracht, hoeveelheid licht, kunstlicht wat je inbrengt in toevoeging op het daglicht, soms een beetje te veel daglicht in hoogzomerperiode. We staan dan, om dat op te lossen, een paar parasols erin gebracht. Maar eigenlijk een beeldschone ruimte. En ik beschouw hem van de wat grotere werk als een van mijn lievelingsprojecten. Hoewel ik in één adem door moet zeggen dat eigenlijk elk laatste project waarmee ik bezig ben, dan dat project alle aandacht heeft. En mijn lievelingsproject is in ieder geval een tijdje. Maar hier heb ik buitengewoon goede herinneringen aan.